Goedenavond. Het is uitkijken naar wat het overlegcomité morgen beslist over de heropening van de horeca en de eventsector. Verder tempert de premier de verwachtingen. Verwacht u niet dat daar morgen nieuwe maatregelen aangekondigd worden of nieuwe versoepelingen aangekondigd worden? 20 studenten uit India die in ons land zijn, blijken besmet met een nieuwe Indiase coronavariant. De studenten zijn in quarantaine. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. De Amerikaanse president Joe Biden belooft om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 fors te verminderen. Hij doet dat op een virtuele klimaattop met andere wereldleiders. En de duikboot die gisteren voor de kust van het Indonesische eiland Bali verdween, is nog altijd vermist. De tijd begint te dringen voor de opvarenden. Als we op 8 mei weer iets mogen gaan eten of drinken op een terras, met hoeveel zullen we dan aan één tafel mogen zitten? En hoe laat moeten de cafés en restaurants 's avonds hun terrassen sluiten? Op die vragen zoeken alle regeringen van het land morgen een antwoord in een nieuw overlegcomité. Ook de organisatie van testevenementen voor de culturele en de sportsector komen dan op tafel. Premier De Croo is in het federaal parlement vanmiddag meteen duidelijk over het overleg van morgen. Verwacht u niet dat daar morgen nieuwe maatregelen aangekondigd worden of nieuwe versoepelingen aangekondigd worden? Wel zullen alle regeringen van het land de versoepelingen die vorige week werden afgesproken concreter uitwerken. Want daar zijn wel nog wat vragen over. Met hoeveel mensen mogen we op terras gaan zitten? Tot hoe laat mogen we dat doen? Wie zijn die mensen met wie we op een terras gaan zitten? Dat zijn allemaal pertinente vragen. En ik wil hier toch één zaak bepleiten, meneer de eerste minister. Zowel voor de horecaondernemers als voor de klanten. Hou het simpel. Hoe zit het nu met de openingsdatum en het sluitingsuur van de horeca op 8 mei? Handhaaft u deze of krabbelt u opnieuw terug? En gaat u de onlogica rond de bubbels thuis en de terrassen rechtzetten? Maar de premier laat over de manier waarop de terrassen op 8 mei weer open zullen gaan niet in zijn kaarten kijken. Een aangenamer leven, maar minstens een even veilig leven. En dus wil dat zeggen dat we dat gradueel gaan doen. Dat we dat stap voor stap gaan doen en dat we dat wankel evenwicht moeten bewaren. De vaccins zullen ons daarbij helpen. En op dat vlak zitten we qua eerste spuiten intussen bij de top van Europa, besluit de premier. Bart Verhulst in de Wetstraat. Of de terrassen weer open mogen op 8 mei, dat hangt af van de coronacijfers. Maar als het zo is, dan zal het zeker met een algemeen sluitingsuur zijn? Ja, absoluut. En dat heeft alles te maken met de avondklok. Die verdwijnt namelijk op 8 mei en in de plaats komt een samenscholingsverbod. Dat betekent dat we vanaf middernacht maar met 3 mensen maximaal buiten zullen mogen zijn. En ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan ook die terrassen in de horeca vroeger dan dat uur voor middernacht dus sluiten, want anders zit daar veel te veel volk bij elkaar. De vraag is dan hoe laat. De experten pleiten ervoor om dat vroeg genoeg te doen, want je weet hoe dat gaat. Hoe later het wordt, hoe plezant het wordt en hoe onveiliger het misschien ook wordt. Bij 2 van onze buurlanden, in Nederland en Luxemburg, is het sluitingsuur vastgelegd op 6 uur 's avonds. Wat het bij ons wordt, ja, dat zal morgen beslist worden. Maar er zijn verschillende burgemeesters, de horecasector zelf en ook bij de Vlaamse regering. Daar wordt gepleit voor 11 uur 's avonds. Een compromis zou dan misschien kunnen zijn 10 uur. Oké, en als de terrassen dan weer open gaan, is die andere vraag natuurlijk: met hoeveel zullen we samen aan één tafel mogen zitten? Ja, ook dat wordt morgen vastgelegd. In Luxemburg mag je maar met 2 mensen aan één tafel zitten. Bij ons wordt het wellicht 4 of 6.
Er is ook even gedacht om de regel vast te leggen dat dat dan allemaal mensen uit hetzelfde gezin zouden moeten zijn. Of dat dat knuffelcontacten van elkaar zouden moeten zijn. Maar wellicht zal het dat niet halen om de simpele reden dat kan je gewoon niet controleren. Maar het is dus wel zeker. Vanaf maandag mogen we met 10 mensen opnieuw buiten samenkomen. Maar dat betekent niet dat we vanaf mei met die 10 mensen ook samen aan één terrastafel mogen gaan zitten. Ja, nu premier De Croo zei in het parlement verwacht geen verdere versoepelingen. Is dat dan slecht nieuws voor de evenementensector? Want zij hebben een heel plan voorbereid. Ja, en zij gaan in dat plan ook verder dan wat er tot nu toe is afgesproken. De sector wil bijvoorbeeld in mei al evenementen kunnen organiseren voor 100 mensen buiten en binnen en 200 mensen buiten. Terwijl er nu is afgesproken, in mei kan er nog niks binnen. En voor evenementen buiten kunnen er 50 aanwezigen zijn. Dus misschien was dat wel de manier van de premier om de verwachtingen voor de evenementensector wat te temperen. Terwijl aan de andere kant de Vlaamse regering bij monden van minister-president Jan Bon zich gisteren in het parlement volledig achter dat plan van de evenementensector heeft geschaard. Het zou kunnen zijn dat we morgen eigenlijk niet veel meer te weten komen dan de organisatie van enkele testevenementen. Er komen er een dertigtal. Maar natuurlijk, de sector zelf wil niet alleen testen, maar wil vooral echt aan de slag gaan en wil perspectief krijgen voor de komende weken en maanden, voor de zomer die eraan komt en daarna. Collega Dominique de Graaf heeft er een reportage over gemaakt. We gaan eens kijken dan. Dankjewel, Bart. Voilà, hè. Een grote zaal met heel veel stof. Die al 14 maanden leeg staat. En stof vergaart, inderdaad. En dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. Geen borstel, geen vuilblik, geen vuilbak. Na een jaar van stilstand brengt het heropstartplan van de evenementensector opnieuw hoop. Volgens het plan dat rekening houdt met het aantal ziekenhuisopnames, bezettingsgraad op de intensieve zorg en vaccinatiegraad, kunnen begin mei opnieuw events doorgaan met indoor 100 en outdoor 200 personen. Stapsgewijs zou het publiek groter worden, bijvoorbeeld eens alle 65-plussers en kwetsbare personen geprikt zijn. Dan kunnen evenementen binnen met 3000 en buiten met 5000 personen, om uiteindelijk op 1 september alle beperkingen op te heffen. Het is zeer belangrijk dat dat nu besloten wordt wat er dan kan gebeuren, want onze sector is niet als een café die een vat bier aansluit en kan beginnen tappen en verkopen. Nee, bij ons zijn vaak anderhalf, twee, drie, vier maanden voorbereidingstijd nodig vooraleer je iets kan opbouwen. En dus moeten we dat nu weten. Het is eigenlijk 5 voor 12. De organisatie van test-events voor de heropstart vindt de sector geen must, want er is hulp van de buren. Laat ons eerlijk wezen, Nederland heeft een straat of een autostrade voorsprong wat dat betreft op ons. Maar ze zijn zo vriendelijk en zo lief om al die gegevens aan ons te bezorgen. Wat zouden wij nu nog moeten gaan testen? De sector is er dus helemaal klaar voor, maar of de politiek dit het juiste moment vindt? Denkt u dat u groen licht krijgt morgen? Ik denk dat we geen fel groen licht gaan krijgen, maar ik reken er echt op en ik vertrouw er ook op dat het de hoofdkleur van wat er gaat beslist worden groen zal zijn morgen. 20 Indiase studenten die in ons land verpleegkunde komen studeren, blijken besmet te zijn met een coronavariant die eerst in India is ontdekt. Bij de besmette studenten waren er nogthans die al gevaccineerd waren. De studenten die besmet zijn maken deel uit van een groep van 43 studenten die in ons land een graduaatsopleiding zorgkunde komen volgen. Ze zijn begin vorige week naar Frankrijk gevlogen en dan met de bus naar ons land gereden. Vermoedelijk heeft één student de andere tijdens de busreis besmet. 9 van hen studeren in Leuven, de andere 11 verblijven in Aalst. We hebben die ook allemaal kunnen identificeren. Die staan onder strikte quarantainebewaking. Ze zijn niet van hun vrijheid beroofd. Maar politie volgt die situatie natuurlijk heel streng en kordaat op. Ze mogen absoluut de woning niet verlaten. Voor afreis hebben alle studenten negatief getest en enkele onder hen waren al gevaccineerd. Het ziet er dus naar uit dat een nieuwe Indiase variant het coronavirus makkelijker verspreidt. Toch is burgemeester Dazen niet ongerust. Ik ben niet ongerust, maar ik ben uitermate waakzaam. We volgen de situatie uur op uur. Want ik heb natuurlijk geen zin dat het coronavirusverhaal opnieuw van volledig vooraf aan zou moeten beginnen. Dus waakzaamheid meer dan ooit geboden. Cathy Allard, een coronavariant waarmee mensen besmet raken, ondanks het feit dat ze gevaccineerd zijn, dat klinkt ernstig.
Ja, Wim, en toch weten we dat dat kan, perfect kan, dat mensen die gevaccineerd zijn, dat die toch besmet raken, misschien zelf niet ziek worden, maar op hun beurt wel dat virus kunnen overdragen aan andere mensen. De vraag is natuurlijk, wat is hier allemaal fout gegaan? En daarvoor staat bij ons Mark van Ranst, want het is in zijn lab dat de genoomanalyse is gebeurd van de stalen. Professor van Ranst, goeie avond intussen. Ja, wat is er fout gegaan? Zijn die studenten niet getest geweest voor ze het land binnenkwamen? Die mensen waren getest wanneer ze vertrokken uit Indië met een PCR-test. Dus die moesten een attest hebben om dat te bewijzen vooraleer ze het vliegtuig op zouden mogen. Ze zijn dan geland in Charles de Gaulle in Parijs. En daar zijn ze ook nog eens getest met een sneltest, die dan negatief is gebleken. En dan zijn ze de bus opgegaan voor 3,5 uur om dan uiteindelijk in een Aalst en Leuven te bereiken. Er is sprake van dat enkele van die studenten zelfs gevaccineerd waren. Klopt dat? En zo ja, met welk vaccin? Want voor ons kan dat belangrijke informatie zijn. Hè? Dat zijn we nu via tolken nog aan het achterhalen. We weten dat een aantal van hen, misschien zelfs de meerderheid, dat die wel gevaccineerd zijn. Waarschijnlijk gaat dat zijn met de vaccins die ze daar het meeste gebruiken. En dat is hun eigen vaccin. En dan ook het AstraZeneca-vaccin. Ja, het AstraZeneca-vaccin. Dus voor ons kan dat mogelijk een bijkomend probleem zijn. Ja. Die Indiase variant, daar kennen we intussen nog veel te weinig van. In welke mate verschilt die van de varianten die we hier nu kennen? Het klassieke coronavirus en de Britse variant? Wel, dit is weer de volgende op het lijstje. Dus dit heeft een aantal kenmerkende mutaties. Dit is zich goed aan het verspreiden in India, wat nu voor grote problemen daar zorgt. Dus ze zitten nu echt aan een exponentiële groei. En dat is in een land zoals een subcontinent zoals India, kan dat belangrijke gevolgen hebben. Dus vandaag hebben ze weer een dagrecord daar gezet van 315.000, dat is veel. Dus het zal wel meer overdraagbaar zijn. En dat is om je ongerust over te maken. Ja, toch wel. De vraag is natuurlijk van hoe komen die studenten hier terecht, terwijl zo goed als alle uitwisselingsprogramma's internationaal toch omwille van corona zijn opgeschort. Hoe kan dat? Wel, we hebben een hele lange lijst met uitzonderingen. En waarschijnlijk is die lijst zelfs wat te lang. En eigenlijk zijn we nog altijd heel liberaal in mensen toe te laten op ons grondgebied. En dan krijg je natuurlijk... Dit wordt ook met de beste bedoelingen gedaan. We hebben zorgkundigen nodig om in de woonzorgcentra te helpen. We komen die tekort. Op deze manier dan kan je die hier trainen. En dan... Die mensen hier... Absoluut, ja. Dus daar zit een goed doel achter. Maar in een periode wanneer er een pandemie heerst en wanneer je verspreiding van varianten vreest, dan zijn dit de achterpoortjes die je liever gesloten zou zien. Oké, hartelijk dank, professor Van Ranst. Ja, Wim, dus er blijven op zijn minst nog wel wat vragen bij de manier waarop die mensen hier zijn terechtgekomen. Zo zegt de burgemeester van Aalst bijvoorbeeld ook dat hij zelf niet vooraf wist dat die mensen hier zouden komen studeren. Dank je wel. Interessante interview, Cathy. De Hoge Gezondheidsraad adviseert om zwangere vrouwen vooraf voorrang te geven bij de vaccinatie tegen COVID-19. De Hoge Gezondheidsraad waarschuwt ervoor dat zwangere vrouwen, wanneer ze besmet raken met het coronavirus, een grotere kans hebben op ernstige infecties of een premature bevalling. Bovendien bevestigt de raad dat de huidige vaccins veilig kunnen toegediend worden aan zwangere vrouwen, maar er wordt wel aangeraden om hen in de eerste plaats mRNA-vaccins te geven. Dat wil zeggen Pfizer en Moderna. In een advies van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding is te lezen dat versoepelingen al moeten mogelijk zijn voor iedereen is ingeënt tegen corona. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, met twee spuitjes dus, zouden elkaar volgens het advies moeten kunnen ontmoeten zonder mondmasker en zonder afstandsregels, zegt het Europese Centrum. Maar experts in eigen land gaan daar op de rem staan. De discussie over extra versoepelingen voor wie al volledig gevaccineerd is, komt te vroeg, zeggen de experts van de GEMS. Want nog maar 8% van de bevolking is volledig beschermd. We zitten in een situatie waarbij dat de meeste mensen nog niet gevaccineerd zijn en dat er heel veel virus circuleert. En dat is ook belangrijk. Wanneer je bijeenkomsten gaat hebben van mensen die gevaccineerd zijn, ja, dan kunnen we niet garanderen dat het virus daar ook niet in zekere mate gaat tussen verspreiden. En dan kan het zijn dat die mensen achteraf wel een risico betekenen voor hun omgeving die nog niet gevaccineerd is.
En waar zitten we nu vandaag met het aantal gevaccineerden? In totaal zijn nu 2.469.557 mensen met een eerste dosis ingeënt. Dat is zowat 27% van de 18-plussers. Het goede nieuws is dat sinds vandaag ook meer dan 70% van de 65-plussers is ingeënt binnen de hele Belgische bevolking. Dat was ook een voorwaarde die door de regering was vooropgesteld om vanaf 8 mei de coronamaatregelen verder te kunnen afbouwen. De andere voorwaarde, namelijk dat het aantal covid-patiënten op de afdelingen intensieve zorg duurzaam zou verminderen, lijkt minder makkelijk te halen. Want vorige week waren er elke dag gemiddeld 3.479 nieuwe besmettingen, een heel kleine stijging opnieuw met 1%. De ziekenhuisopnames voor corona blijven stabiel, maar dat wil dus zeggen dat ze niet verder dalen. Het waren er gemiddeld 242 per dag. Er liggen nu 3.075 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 933 van hen op de afdelingen intensieve zorg. Ook hier nauwelijks beweging. Het sterftecijfer door corona blijft op 39 gemiddeld per dag. De Vlaamse regering zal de komende 5 jaar bijna 220 miljoen euro investeren in toerisme. Er komen onder meer een Vlaams culinair centrum en een nieuw centrum De Ronde in Oudenaarde. Het geld gaat ook naar natuurgebieden, kastelen, religieuze erfgoedsites en congresplaatsen. Dat moet Vlaanderen allemaal nog aantrekkelijker maken voor de vooral buitenlandse toerist. Want ondanks het feit dat we met z'n allen veel in eigen land op vakantie gingen afgelopen jaar, heeft de toeristische sector in Vlaanderen veel verlies geleden. De toeristische sector heeft enorm harde klappen gekregen met die coronacrisis. Een schade van 17 miljard euro. En ook het aantal bezoekers is in 2020 van 15 miljoen naar 5 miljoen eigenlijk teruggekomen. En we mogen niet vergeten dat dat een sector is waar dat heel veel mensen te werk gesteld zijn. 280.000 jobs en ook een van de belangrijkste economische poot van Vlaanderen. Een van de kastelen die met Vlaams geld opgeknapt moeten worden, is het kasteel van Poeke in Aalter. Het is al eigendom van de Vlaamse overheid, maar het heeft nog geen definitieve bestemming gekregen. Daarvoor is dat Vlaams geld nu dus nuttig. De brug is momenteel afgesloten. Want de structuur van de brug is zwaar aangetast. Onderaan het gemetste gewelf. Daar zijn hele baksteenlagen afgebrokkeld en weggevallen. Het begint dus al bij de brug van de oprijlaan. Maar ook het prachtige kasteel van Poeke zelf kan een grondige opknapbeurt gebruiken. Oorspronkelijk uit de 16e eeuw en door de jaren heen zijn er wel renovaties geweest, maar het verval is zichtbaar. En het kasteel zelf is rijk nog zeer veel werk. Hier zijn het hoofdzakelijk in het buitenschrijnwerk. Luikjes, ramen. Als je bijvoorbeeld hier kijkt. Dit heeft echt herstelwerk nodig. In het kasteel staat er niets. Ik zou zeggen, kom binnen. In het mooiste kasteel van Vlaanderen. Maar de mankementen zijn bijna te talrijk om op te noemen. Molurkes, plaasterwerk brokkelt af. Bovenaan ook de koepel die daar begint barsten te vertonen. Of daar aan de gebitsbalken, daar komen opnieuw barsten. Ook hier, de brutstenen muren zijn afgekapt geweest. Maar als je dan omhoog kijkt, ja goed. Plafonds zijn er helemaal uit. En als je dan ook daar kijkt, er is nog zeer veel werk aan het kasteel. Dus de investering van de Vlaamse overheid is welkom. En dan moet het gebouw nog een nieuwe bestemming krijgen. En het kasteel staat eigenlijk, om het een beetje in een immobiliënterm te zeggen, staat casco klaar voor een volgende stap. En die volgende stap gebeurt in samenwerking met Vlaanderen. Het kasteel kan een functie hebben op het vlak van zachte recreatie. Met het park en het gebouw zelf dient zich aan voor vele, vele, vele mogelijkheden. Maar enkel en alleen één overheid kan dat niet doen. Dat gaat eigenlijk iets fantastisch zijn. In die zin, dit gebouw vraagt er ook om in zijn oude glorie te hersteld worden. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. That's where we're headed as a nation. De Verenigde Staten willen de uitstoot van hun broeikasgassen halveren tegen 2030 in vergelijking met hun uitstoot in 2005.
Met die aankondiging wil de regering van Joe Biden ook andere landen aanmoedigen om meer inspanningen te doen tegen de klimaatopwarming. Biden maakte zijn belofte op een virtuele klimaattop die hij vandaag en morgen organiseert, waar 40 wereldleiders het woord nemen. De top wordt gezien als een voorbereiding op de VN-klimaattop in Glasgow van eind dit jaar. This is how we solve the climate crisis. Together. Het is de Amerikaanse president Biden, menens. Na 4 jaar Trump, die niet eens geloofde dat het klimaat verandert, kondigt Biden aan dat Amerika zijn uitstoot van broeikasgassen zal halveren tegen 2030. En dat zal jobs opleveren, zegt hij. I see auto workers building the next generation of electric vehicles and electricians installing nationwide for 500,000 charging stations along our highways. I see the engineers and the construction workers building new carbon capture and green hydrogen plants. Via een internetverbinding kondigen ook Japan en Canada aan dat ze sneller minder zullen uitstoten. Europa had dat eerder al gedaan. China, de grootste uitstoter ter wereld, wil tegen 2060 klimaatneutraal zijn, 10 jaar later dan Europa of de VS. Maar China is dan ook later beginnen industrialiseren en uitstoten. China zal de 2030-jaar-tijd 2060年前实现碳中和。 中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间远远短于发达国家所用的时间。 Deze top moet landen aanmoedigen om hun klimaatplannen ambitieuzer te maken tegen de VN-klimaatconferentie in Glasgow later dit jaar. En dat is dringend, want elke 10e graad opwarming zorgt voor meer hittegolven of een stijgende zeespiegel. Let's go to Glasgow in November, armed with ambitious targets and the plans required to meet them. Time is short, but I believe we can do this. And I believe that we will do this. Met zijn aankondiging om de uitstoot van broeikasgassen te halveren tegen 2030, geeft Joe Biden een belangrijk en dringend signaal. Niet enkel is het een inspanning die een verschil zal maken, het kan meteen ook andere landen mee op sleeptouw nemen. Dat zegt de Vlaamse klimaatwetenschapper Valérie Trouet vanuit Florida. Ik denk dat daar op verschillende aspecten naar de VS wordt gekeken omwille van zijn grote belangrijke economische rol. Als leiderschap, dat is in de voorbije 4 jaar onder Trump een beetje op de achtergrond geraakt. Qua hoeveelheid uitstoot speelt de VS samen met China een belangrijke rol. Dus als die twee landen zich ertoe brengen om hun uitstoot te verminderen, dan is het de moeite waard voor andere landen om ook hun steentje bij te dragen. In de zee rond het Indonesische eiland Bali wordt koortsachtig gezocht naar een duikboot van de Indonesische marine. Het vaartuig hield gisteren een oefening, maar plots was er geen contact meer tussen de duikboot en het vasteland. De klok tikt om de 53 bemanningsleden te redden. Verschillende landen hebben daarvoor nu hulp aangeboden. Alle hens aan dek sinds gisteren bij de Indonesische marine. Meer dan 400 manschappen zijn ingezet om de vermiste duikboot te vinden. Maar behalve een oliespoor dicht bij de plek waar het vaartuig verdween, is er nog geen concrete aanknoping. KRI REM 331 melaporkan secara lisan telah terdeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot, kontak tersebut kemudian hilang sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selam. Ze zoeken deze duikboot, een schip van 44 jaar oud en van Duitse makelij, met aan boord 53 mensen. Die waren een militaire oefening aan het uitvoeren toen alle contact verloren ging. Duitsland, de VS en Australië hebben al bijstand beloofd. Submarine search and rescue is very complex. It is not a submarine that Australia operates. Our submarine class is quite different. But whatever we are able to do, we have undertaken to do. Ondertussen zijn ook vanuit Maleisië en Singapore reddingsschepen vertrokken. Het wordt sowieso een race tegen de klok. Als de bemanning nog leeft, zouden ze maar zuurstof hebben voor de volgende 3 dagen.
In tientallen Russische steden is gisteren alweer gedemonstreerd om de vrijheid te eisen voor Alexei Navalny. Ze vinden dat de oppositiepoliticus onterecht in de gevangenis zit. En ze willen dat hij toegang krijgt tot een onafhankelijke arts. Navalny is al 3 weken in hongerstaking en volgens zijn entourage is zijn gezondheidstoestand bijzonder zorgwekkend. Er werd gisteren tot laat 's avonds geprotesteerd, maar liefst 1800 betogers zijn opgepakt. Nadat al in tientallen andere Russische steden in andere tijdzones betoogd is, verzamelen ook in Moskou duizenden aanhangers van Alexei Navalny. Нам просто не нравится, что происходит незаконие. Нам не нравится, что происходит коррупция и что просто так сажают людей и не допускают к ним врачей. Вот поэтому мы пришли поддержать. De opkomst voor de verboden betoging is beduidend lager dan gehoopt. Maar de schrik voor boetes, celstraffen en politiegeweld is groot. De ordentroepen zijn massaal aanwezig in Moskou, maar houden zich verrassend genoeg gedijst. Bijna niemand wordt opgepakt. Een heel ander verhaal in Sint-Petersburg. Daar gaat de politie bijzonder brutaal te werk. Meer dan 800 betogers worden opgepakt en weggevoerd in politiebusjes. De politie schuwt ook de zwaardere middelen niet en geeft ongevaarlijke betogers stroomstoten met tasers. Прежде всего у меня было чувство, мне стыдно. Стыдно за страну, стыдно за правительство, стыдно за тех людей, которые узурпировали власть. Maar de kans dat de boodschap is overgekomen in het Kremlin lijkt klein. Bovendien was dit mogelijk de laatste grote betoging die het team van Navalny kon organiseren. Een rechtbank beslist waarschijnlijk volgende week of Navalny's organisatie als extremist is en dus illegaal beschouwd moet worden. En dan dit opvallende verhaal. De Belgische ambassadeur in Zuid-Korea verontschuldigt zich voor de slagen die zijn echtgenote heeft uitgedeeld aan 2 winkelbedienden in Seoul. Beelden van het incident werden uitgezonden op de Zuid-Koreaanse televisie. De vrouw van de Belgische ambassadeur werd in een winkel onterecht beschuldigd van diefstal. Daarop sloeg ze een winkelbediende hard in het gezicht. De Belgische ambassade in Seoul zegt dat ze meewerkt aan het politieonderzoek. 24 onderzoekers van het Amerikaanse leger zijn deze dagen op missie in het Kempense Reti. En dat heeft alles te maken met de speurtocht naar de overblijfselen van een Amerikaanse piloot die daar in de Tweede Wereldoorlog vermist is geraakt. Dat is voor na de sport. Maar nu, voor de correctionele rechtbank in Antwerpen is het proces gestart rond de fipronilcrisis die ons land 4 jaar geleden in de ban had. 4 bedrijven en 7 mensen staan terecht voor het maken, verkopen en gebruiken van het verboden product bij pluimvee. Fipronil wordt gebruikt voor de behandeling van bloedluizen. En midden 2017 werd in ons land en in Nederland de chemische stof ontdekt in miljoenen kippeneieren. Die stof kan schadelijk zijn voor de mens en mag daarom niet toegediend worden aan dieren die ingezet worden voor de voedselproductie. Dit is de fipronilcrisis samengevat in 1 beeld. Maar liefst 77 miljoen eieren werden vernietigd en 2 miljoen kippen werden preventief geslacht. Dat gebeurde in 2017 nadat er bij een staalname ontdekt was dat de chemische stof fipronil in kippeneieren zat, bedoeld voor consumptie. Fipronil is een stof die wordt gebruikt om parasieten te bestrijden. We denken dan aan luizen en vlooien, vooral bij huisdieren. Maar die stof is schadelijk voor mensen en die mag dus ook niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen. Het onderzoek leidde naar dit bedrijf in Ravels Poultry Vision dat producten levert voor ongediertebestrijding in de pluimveesector. Maar in een van de producten blijkt achteraf fipronil te zitten. Volgens de advocaat van de eigenaar van Poultry Vision had de man niet door dat het product verboden was. Hij is eigenlijk op vraag van de sector op zoek gegaan naar een efficiënt middel ter bestrijding van bloedluis. Hij meende dat ook gevonden te hebben en heeft dat gewoon aangekocht bij een groothandel binnen de Europese Unie. Hij heeft dat ook doorverkocht.
En aangezien dat gewoon openlijk te koop was, heeft hij dat aangekocht en ook doorverkocht zonder het besef dat daar toch wel bepaalde restricties golden voor dat product. Maar het parket hecht weinig geloof aan dat verhaal. Volgens de procureur zou het bedrijf, dat intussen failliet is, een legaal schoonmaakmiddel bewust hebben vermengd met fipronil, puur om geld te verdienen. En waren tientallen pluimveehouders daar de dupe van, getuigt de advocaat van een van hen. Het was een drama voor zijn bedrijf. Gelukkig heeft de Belgische overheid toch enige steun verleend, waardoor hij een €300.000 heeft kunnen recupereren. Maar ja, hij blijft nog altijd met een verlies van €420.000. Ik denk dat het Openbaar Ministerie vandaag overduidelijk heeft aangetoond dat de beklaagden zeer, zeer goed op de hoogte waren van het feit dat er een verboden substantie dreigde terecht te komen in de voedselketen. Het parket eist nu straffen tot 4 jaar cel en geldboetes tot €1 miljoen. En naast een geldboete riskeert de beklaagde ook miljoenen euro's aan schadevergoeding te moeten betalen als ze straks schuldig worden bevonden. Want meer dan 25 mensen en bedrijven uit de sector hebben zich burgerlijke partij gesteld. Dat zegt Fatma Taspinar vanuit Antwerpen. De zaal op dit fipronilproces zat vandaag afgeladen vol met onder meer advocaten van gedupeerde pluimveehouders die vaak tot honderdduizenden euro's schade hebben ondervonden. Onder meer omdat al hun producten werden vernietigd, maar ook omdat hun bedrijf vaak heel lang heeft stilgelegen. Maar ook de Belgische staat heeft zich hier samen met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid de burgerlijke partij gesteld. Want zij hebben destijds, toen de crisis in alle hevigheid is losgebarsten, compensaties gegeven aan de sector, aan de pluimveehouders voor €15 miljoen. En ook de Belgische staat wil dat geld heel graag terugzien, al was er hier vandaag ook heel veel realisme bij de mensen dat het allicht nooit zal lukken om al dat geld terug te krijgen. Eind april is traditiegetrouw de start van de jaarlijkse stickeractie van Rode Kruis Vlaanderen. Met de verkoop van de stickers zamelt de organisatie de komende 2 weken geld in voor de werking van haar lokale afdelingen. Gewoonlijk worden de stickers door vrijwilligers op straat verkocht aan kruispunten. Maar vorig jaar en dit jaar loopt dat wat anders. Ahem, ahem, ahem. Aan alle die gekomen zijn, proficiat. Aan alle die niet gekomen zijn, ja, ook proficiat. 60 jaar al bestaat de stickeractie van het Rode Kruis. En wie anders dan meneer de burgemeester kan deze feestelijke editie dan ook beter aftrappen? En de figuren op de stickers van dit jaar kent hij maar al te goed. Het zijn allemaal figuren die het af en toe ook niet eens zijn met elkaar. Maar ze leggen het altijd bij. Op het einde komt altijd alles goed. En ze proberen ook iedereen te helpen waar het nodig is. Net wat het Rode Kruis altijd doet. 1, 2, 3. Hoppakee! Door de omstandigheden is het ook deze keer een aangepaste versie. Vorig jaar waren er geen fysieke verkooppunten en dat zorgde ervoor dat de opbrengst maar een tiende van het jaar ervoor was. Vorig jaar hebben we de sticker gebust met een vraag om een gift. Dit jaar zullen er echt terug fysieke verkooppunten zijn in open lucht om alles op een coronaveilige manier te organiseren. Maar echt de straat op gaan is er ook dit jaar niet bij. En dat vinden veel vrijwilligers doodjammer. Van de morgen met naar hier komen, de file zien staan en weten, ik mag hier van dit jaar niet verkopen. Ook wel weten waarom, want het zou niet gezond zijn. Maar ja, ik vond dat bijzonder jammer. Triage, posten, het vervoer van covid-patiënten, noem maar op. De Rode Kruisvrijwilligers hebben hard gewerkt. En laten we nu met alle Vlamingen samen hen iets teruggeven en een extra duwtje in de rug geven door de sticker te kopen. Dat doen we dan al je oor. Dat is om duur, dat is verplicht, hè. De sport, Katrien, met voorop Anderlecht. Ja. Want die ploeg heeft zich afgelopen weekend geplaatst voor play-off 1. En daar is nu nog nieuws van. Ja, financieel nieuws, Wim. Er is een akkoord tussen de aandeelhouders. De raad van bestuur van Anderlecht heeft een kapitaalsverhoging goedgekeurd. Hoofdeigenaar Mark Koeken zet een groot deel van zijn schulden om in kapitaal. En er komt 25 miljoen aan vers geld in de club. Het moet allemaal meehelpen om Anderlecht weer aan de top te krijgen. Ik denk dat het persoonlijk een historische dag is. Volgens mij is het een stap die Anderlecht terug zal mogelijk maken op het juiste spoor te zitten en te gaan werken naar de toekomst terug en zijn positie terug in te nemen. De kogel is door de kerk. Er komt een kapitaalverhoging bij Anderlecht in 2 luiken. Eén gaat er een stuk omzetting van schulden in
in kapitaal. En het tweede stuk komt er 25 miljoen nieuw vers geld binnen in de club. En dat is juist het belangrijkste. Het is een unanieme beslissing die genomen geweest is gisteravond in de Raad van Bestuur. Concreet zal Mark Koeken een groot deel van zijn schulden, zo'n 50 miljoen euro, wegstrepen. Ik denk dat Mark Koeken echt supporter is van Anderlecht, tegelijkertijd eigenaar is van Anderlecht. En dat die combinatie eigenlijk ook een bijkomende garantie is dat de continuïteit verzekerd wordt. Het is een dure supporter dan, hè? Voor zichzelf dan. Kan dat een dure hobby zijn? Maar wat betekent dit voor het sportieve beleid van de club? Het strak financieel beleid die we aan het voeren zijn, gaat zeker blijven. Ja, ik ga natuurlijk geen bedragen noemen, maar het is wel zo dat er iets meer ruimte gaat komen om het transferbeleid die Peter Verbeke gaat uittekenen in de komende weken, om die gaan uit te voeren. Dus er is iets meer slagkracht en daar stopt het. En ik denk dat het zal afhangen van het plan die hij maakt, hoeveel dat we gaan investeren. Iedereen kijkt weer in dezelfde richting en zo kan de rust weer even weerkeren in Anderlecht. De voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, blijft geloven in de Super League. De veel besproken competitie met 12 van de allergrootste voetbalteams. Na hevige protesten uit verschillende hoeken hebben meerdere clubs zich al snel weer uit het project teruggetrokken. Maar dat de Super League dood is, die conclusie vindt Pérez voorbarig. De voorzitter van Real Madrid, deze Florentino Pérez, beweert dat zowat alle van de 12 clubs nog meedoen aan het project Super League. Pérez lijkt wat op het orkest van de Titanic dat bleef spelen tijdens het zinken. Want de meeste clubs hebben zich al officieel teruggetrokken. De clubs die uit het project stappen, zouden ook een boete moeten betalen. Pues mire, todavía no se ha pagado ninguno porque esto acaba de pasar y además están casi todos. ¿Cómo? Están casi todos todavía. Hemos hecho... ¿Cuántos bueno, hay en el barco? Todos, de momento todos. Los 12. Bueno, de momento vale, los 12. Claro, porque no se han ido todavía. Porque para que se vayan tienen que pagar una penalización. Claro, no se han ido todavía. Het supportersprotest blijft ondertussen aanhouden. In de straten van Turijn is er graffiti verschenen van de voorzitter van Juventus, Agnelli. En toen de spelers van Real Madrid gisteren aankwamen voor de wedstrijd tegen Cadiz, was er boegeroep te horen. Real Madrid heeft een schuldenberg van 900 miljoen euro. En dus blijft Pérez hopen op de vetpotten van de Super League. Het formaat dat je nu hebt, is het de la Champions, is een formaat dat obsoleto, que viejo y que solo tiene interés a partir de los cuartos. Naar het EK-turnen dan in Basel in Zwitserland. Daar zijn de kwalificaties bij de mannen volop aan de gang. De Belgen mikten op 2 finale plaatsen. 1 aan de rekstok met Noah Kouavita. Hij heeft een spectaculaire oefening, 1 met een hoge moeilijkheidsgraad, maar dat betekent ook dat het risico op fouten groter is. En Kouavita gaat in de fout. Zijn EK zit erop. Luca van den Kijbus gaat voor een plaats in de allround finale. Voorlopig ligt hij daarvoor nog mooi op schema. Straks weten we meer. Alle Belgische hoop rust nu op Luca van den Kijbus. Want in afwezigheid van de geblesseerde Nina Derwaal heeft bij de vrouwen geen enkele Belgische zich voor een finale kunnen plaatsen. Vanwege de coronapandemie en alle afgelaste wedstrijden miste de jonge ploeg duidelijk competitieritme. Fien Engels is wel reserve voor de finale aan de brug. Jutta Verkest houdt nog een waterkans op de allround finale. Met veel stress en wat onwennig stapt Jutta Verkest de zaal in achter Margot Davelose. Op je eerste EK moeten beginnen aan balk helpt niet om de zenuwen onder controle te krijgen. Wat gaat er op dat moment door je hoofd? Eigenlijk zoiets van, zeg je dat nu echt serieus? Moest dat nu een keer wet zijn? Iedereen heeft het moeilijk op dit toestel. Ook opvallend veel buitenlandse deelnemers gaan in de fout. Het gebrek aan competities en wedstrijdritme in deze coronatijden is zichtbaar. Ik vind ook dat balk het toestel is waar dat je, naarmate dat je meer wedstrijden doet, dat je daar echt zo in je ritme voor moet komen. En ik denk dat we dan nog wat ontbraken en dan natuurlijk, dat zie je dan ook, dat zelfvertrouwen was er niet en dan ja, helaas dat er dan ja, gevallen wordt. Jutta Verkest herpakt zich goed op de 3 andere toestellen. Ze is 1 van de reserve voor de allround finale en heeft vooral veel geleerd.
Ja, nu weet ik wel waar ik ga moeten werken. En dat als ik val, dat ik niet meteen alles moet laten zakken en gewoon beter mijn best doen op het einde dan. Fien Engels is net als 2 jaar geleden reserve voor de finale aan de brug met ongelijke leggers. Maar de hele ploeg had veel meer verwacht van dit EK. We hadden er inderdaad meer van verwacht. We hadden echt wel gemikt op echt zeer goede resultaten. Zoals bij ons in de zaal ging het allemaal zo net iets beter. Maar dat kun je natuurlijk niet echt vergelijken. En ik denk dat dat nu toch wel zo een goede wake-up call was, zeg maar, om te weten hoe we verder moeten. Belangrijke lessen zijn het in de aanloop naar de Olympische Spelen. Voor onze topruiters komen die heel dichtbij. Hun paarden moeten volgende maand al naar Tokio vertrekken. Ook in de paardensport tellen alle details. Het is in Japan warm en vochtig. Daar moeten de paarden dus tegen bestand zijn. In een paardenkliniek in Luik wordt dat nu allemaal getest. Dit is Claire Zet, het toppaard van Pieter de Vos. Over een maand vertrekken onze paarden al naar Tokio voor de Olympische Spelen. Maar zijn ze ook klaar om in die hitte en luchtvochtigheid te presteren? Dat werd getest in een paardenziekenhuis in Luik. Vandaag is eigenlijk een conditietest in dezelfde omstandigheden als wij in Tokio gaan verwachten. Dat wil zeggen warm en zeer vochtig. Dus die toestanden hebben we hier nagebootst in de kliniek. De paarden worden op een loopband gezet. We kijken even mee met Nevados, het paard van Europees kampioen Gregory Wattelet. Na 5 minuten gaat de band omhoog en gaan we het een beetje extra moeilijk maken. Dan stopt de band en dan wordt er bloed afgenomen. Dat bloed wordt gecontroleerd voor de verzuring van zijn spieren. Deluxe is het Olympische paard van Niels Bruinseels. Met zijn hartslag, ademhaling en spieren is alles in orde. Je kon wel goed zien dat Deluxe een zeer goede conditie was. Hij staat scherp en ik denk dat hij er eigenlijk al klaar voor is. Het transport van de paarden wordt een hele klus. Eerst een week quarantaine in Aken, dan een lange vlucht naar Tokio in aanwezigheid van grooms en veterinair personeel. Maar in Tokio krijgen ze nog ruim de tijd om te acclimatiseren. Ja, want volgende maand vertrekken ze al. En goed nieuws, Wim, van Luca van de Keijbus. Die heeft zich op het EK-turnen geplaatst voor de allround finale. Als dat geen mooi nieuws is om mee af te sluiten. Dank je wel daarvoor, Katrien. We're here because we truly believe that everyone that's ever given up their lives for our country needs to be found and returned home. And that is one of the reasons why we're here. In Reti, in de Kempen, is een team van 24 onderzoekers van het Amerikaanse leger neergestreken. Op 17 september 1944 werd de Amerikaanse piloot Eugene Chauvin er door de Duitse luchtafweer neergehaald. Maar zijn lichaam werd nooit teruggevonden. In 2003 kwam er al eens een Amerikaans team naar de overblijfselen van de oorlogsheld zoeken. En nu is er dus een nieuwe poging. Op dit weiland in Reti gonst het van de Amerikaanse bedrijvigheid. En dat is niet de eerste keer. In 2003 was hier al eens een onderzoeksteam van de US Military op zoek naar Eugene Chauvin. Maar zonder veel resultaat. Zoveel jaren later staat Howard hier opnieuw. Every proof, every document we have, all of the witness and the testimony prove to us that this is the correct place. And so we're here and we're going to stay until we find him. Het was Eugene's 80-jarige dochter Linda die hierop aandrong. Zij is intussen goed bevriend geraakt met Chris, die in de boerderij van haar grootouders woont, net naast de plek waar Eugene jaren geleden is neergestort. Eugene Chauvin, de piloot, is nu aan het zoeken zijn met Linda, de dochter, en Phyllis. Phyllis is ondertussen 98 en de dochter is 80. En dan hebben we hier ook nog een foto gekregen van de familie waarop Eugene, de piloot, staat. En het is met dit vliegtuig, nummer 981, dat zij hier neergestort zijn in Kortijnen. Brokstukken die de Amerikanen niet nodig hadden voor onderzoek zijn hier al eerder achtergebleven. Maar nu gaan ze op het veld hiernaast voor niets minder dan de overblijfselen van de piloot zelf. So when we excavate a unit, we take the soil out of the ground and we run it through what I describe as the wet screen stations. So every bit of soil is going to get washed over with the water we're using.
En dat vuile werkje wordt hier geduldig en met veel respect uitgevoerd. Want de belofte om elke gesneuvelde Amerikaanse soldaat te vinden en terug te brengen moet ingelost worden. No other country does that, so I think it's a huge honor that even though you may seem little in the military, no matter what, if you are somewhere out there, we will look for you. Heel benieuwd of ze hem gaan vinden. Echt warm was het vandaag niet, maar in de zon en uit de wind viel het nog mee. Vannacht vrijwel helder sterrenweer en dus wordt het koud. Minima van plus 3 aan zee tot min 4 in sommige Ardense valleien zelfs. Morgen opnieuw droog en zonnig lenteweer met langs de Nederlandse grens misschien nog enkele wolkenvelden. Maxima rond 15 graden. Het is uitkijken naar wat de regeringen morgen beslissen over de heropening van de horeca en de evenementensector op een nieuw overlegcomité. Voor andere versoepelingen tempert de premier alvast de verwachtingen. Fijne donderdag nog en graag tot kijk. Verwacht u niet dat daar morgen nieuwe maatregelen aangekondigd worden of nieuwe versoepelingen aangekondigd? Met hoeveel mensen mogen we op terras gaan zitten? Tot hoe laat mogen we dat doen? Het zou kunnen zijn dat we morgen eigenlijk niet veel meer te weten komen dan de organisatie van enkele testevenementen. Maar natuurlijk, de sector zelf wil niet alleen testen, maar wil vooral echt aan de slag gaan en wil perspectief krijgen voor de komende weken en maanden. Want onze sector is niet als een café die een vat bier aansluit en kan beginnen tappen. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.